Goedenavond iedereen. We gaan op tijd starten. Het is een mooie avond. Dan kunnen we misschien nog een beetje genieten daarvan. De opname gebeurt in ieder geval van deze webinar. En ook de PowerPoint wordt waarschijnlijk morgen reeds naar iedereen doorgestuurd. Deze PowerPoint is gebaseerd op een overleg dat ik gehad heb met Bert Vaas, met Harry de Witte, Thomas Engelbeen, Patrick Courcier en anderen. En op de webinar die door Domus Medica hier rond georganiseerd is. Ik wil vandaag eens in al de negatieve reclame die er toch aan gebeurtenissen, die er regelmatig gebeurd zijn, toch, zoals Harry aangeeft, eigenlijk een feel-good experience en toch wat een positievere boodschap meegeven. Een eerste statement, en ik denk dat ik daar niet mee een verrassende boodschap kom, dat er heel veel frustratie is over de aanpak van onze 9 ministers van Volksgezondheid. Dat het blunderboek, dat is nog altijd niet voltooid. Dat gebeurt nog alle dagen. We hebben daar enorm mee te maken gehad. Maar anderzijds was het lokaal initiatief dikwijls zeer ad hoc, probleemoplossend en vernieuwend ook. We hebben heel wat nieuwe dingen moeten doen en we hebben dat ook gedaan. Coronaconsulten, triagecentra, teststraten, de huisartspraktijk, COVID-veilig maken, vaccinatiecentra, noem maar op. Allemaal nieuwe dingen waar we toch als huisarts, als groep van huisarts, onze schouders op ondergezet hebben. En ik denk dat we daar terecht fier mogen over zijn en dat het zonder onze inbreng niet mogelijk geweest was. Anderzijds, en dat is wel nieuw, dat waar we altijd gewend waren van als huisarts individueel in de relatie met onze patiënten werken, dat we nu ook als groep, en patiënten als groep, populatiegericht noemt men dat dan, zijn gaan benaderen. En COVID zal waarschijnlijk een blijver zijn. We gaan er in het najaar nog mee te maken en waarschijnlijk de volgende jaren ook. En er zijn heel wat vragen die nog open blijven. Komt er een vervolgvaccinatie? Hoe gaan we de long-term bijwerkingen van COVID aanpakken? De hele psychosociale problematiek enzovoort. Dus daar blijven nog heel wat vragen over. Positieve evolutie, in ieder geval dat het aantal positieve testen duidelijk aan het afnemen is. Maar ook een opvolging die men gedaan heeft in Genk, dat niet alleen het aantal positieve testen afneemt, maar ook het aantal personen met een hoge virale lading. En dat is toch, het aantal superverspreiders neemt ook af. Positief nieuws ook vanuit de zorgtehuizen, waarbij men een zeer hoge vaccinatiegraad gehaald heeft, zowel bij bewoners als bij personeelsleden. Dat is een studie van professor Buntings. En je ziet dat in die studie 100% van de personeelsleden antistoffen hebben, iets lager bij de bewoners. En dat zijn dus ook hoogbejaarden wat dit kan verklaren. Dat de vaccinatie ook een effect heeft, blijkt uit de sterftecijfer. Er is op die 9 rusthuizen 1 overlijden geweest in die periode dat mogelijk nog verband gehouden heeft met COVID. Maar dus, dit is toch een heel positief gegeven. Anderzijds is het zo dat in de media vaak de hospitalen en de aanpak in de hospitalen vooral in het daglicht gekomen is, eigenlijk zeer weinig de huisartsen. En ik denk dat we daar gerust ook eens een keer wat vaker en op een positieve manier in de krant mogen komen. En deze jonge collega die de trekker is in de zone Genk, heeft een
in het Belang van Limburg ergens een artikeltje gekregen. Dat ging over de saga rond Johnson & Johnson, waarbij van de ene dag op de andere in één keer Johnson niet meer mocht toegediend worden. En ze bracht daar een heel positieve boodschap. We zoeken voor iedereen een oplossing en we staan voor dit probleem, maar we pakken het aan. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook als huisarts, en dat is ook een boodschap naar Domus Medica toe, op een positieve manier in het nieuws komen en dat dat ook belangrijk is voor ons als beroepsgroep. Als je gaat kijken naar de vaccinatiecijfers, dan kom je tot wat bizarre cijfers dat soms aan 120-130% resultaat geboekt wordt in de tellers van de overheid. Maar dat komt dan bij eigenlijk teller en noemer van twee verschillende ogenblikken neemt. De teller is de huidige teller, het aantal vaccinaties, maar de noemer, de leeftijd, is van een jaar of twee jaar terug. Dat maakt die mensen, die blijven natuurlijk niet op die leeftijd staan, die verschuiven naar boven. En daarmee krijg je aan de bovenkant die resultaten van meer dan 100%. Nog iets, de cijfers die via deze weg in de pers komen, leiden, als dat in handen komt van mensen die daar niet veel verstand van hebben, in het casus de reporters, tot heel verkeerde conclusies en ongerustheid bij gemeentebesturen die dan bestempeld worden als minder goede vaccinatoren. En dat klopt eigenlijk helemaal niet. Ik ga jullie een uitleg besparen. Je kunt die nog eens nalezen in de PowerPoint die je toegestuurd krijgt. Maar waar gaan we het vandaag vooral over hebben? Dat is over de vaccinatiebarometer. En een beetje uitleg hoe we daar kunnen aan deelnemen. Wat kunnen we daaruit halen? De prevalentie van onze praktijk. We kunnen onze praktijk gaan vergelijken. Het geeft heel nuttige informatie over de vaccinatiegraad. In de nabije toekomst gaat het ook een tijdsbalk weergeven, waarbij we de resultaten, longitudinale evolutie, kunnen zien. En belangrijk, als we het hebben over call recall, het opvissen van mensen die nog niet gevaccineerd zijn, dat we in ons EMD kunnen zien wie nog niet gevaccineerd is. Dat is belangrijk. In ieder EMD, en dat is toch ook wel uniek, in alle grote pakketten, is een formulier waarbij je als praktijk kan inschrijven op de vaccinatiebarometer. Je moet dat maar één keer doen voor de ganse praktijk. En belangrijk daarbij is dat je altijd, als je het met twee wil doen, dat kan, maar dat je altijd dezelfde praktijknaam gaat gebruiken. In dit geval de praktijk van Hoylaert, van Bert Vaas. En dat je alle artsen toevoegt aan die barometer. Dat wil zeggen dat alle leden van de groepspraktijk ook kunnen kijken naar de resultaten van de barometer, ook al sturen ze niet iedere week de barometer op. Het enige wat je moet doen, is één keer per week iemand van de praktijk, liefst op een vrijdag, maar hoeft niet, kan twee keer, dat kan dagelijks, maar liefst één keer per week, dat de zoekopdracht uitgevoerd wordt en dat je rechts onderaan op de knop stuurt versturen. Dit vraagt misschien 1 minuut geduld als die zoekopdracht gedaan is, maar is eigenlijk een zeer kleine inspanning. En dan kan je hier op deze link op helstad.be de resultaten van uw praktijk gaan vergelijken met andere praktijken. Via helstad.be kom je op deze pagina terecht. Je moet aanmelden met uw EID. En dan gaan we linksonder naar de vaccinatiebarometer. Daar kan je 3 dingen zien. De vaccinatiegraad, de prevalentie en de longitudinale evolutie. Dat laatste is dus nog in ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld de prevalentie, dan kan je zien hoe uw aandeel bijvoorbeeld van kankerpatiënten
of van obesitas, neurologische ziekte enzovoort. Aandoeningen waar jij je in je praktijk situeert ten opzichte van vergelijkbare praktijken. En je kan op provincieniveau, op eerstelijnsniveau, op Vlaams niveau dit gaan bekijken. En je ziet dat hier op Vlaams niveau toch een meer dan 1300 praktijken, bijna 1400 praktijken, wat toch enorm veel is, al in Vlaanderen deelgenomen hebben aan deze barometer. Je krijgt hier een klassieke plot waarbij dit de outliers zijn, hè, dus die heel dunne lijntjes, en dan hier zie je de percentielen waar uw praktijk zich in bevindt. Oké. Bijvoorbeeld voor onze praktijk zit dat overal ongeveer gelijklopend. Zijn twee uitschieters, hartziekten blijkbaar wat meer, maar het zou kunnen zijn dat we de uitkuis van onze dossiers ook niet voldoende goed gedaan hebben en dat dat een verklaring is. Dat is misschien een aandachtspunt in de toekomst om dat toch nog eens te bekijken. Anderzijds hebben we ook meer obezen in de praktijk. Ik denk dat nochtans bij ons nog een serieuze onderschatting is, maar dat we meer scoren omdat we in de tijd van de zorgtrajecten rond nierinsufficiëntie, bij het bepalen van de creatinine clearance, eigenlijk meer Hoe nauwgezet. is dat? Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ja, Ja. dus dat we daar de lengte en gewicht van patiënten op een meer systematische manier zijn gaan noteren. Want ik denk dat in onze praktijk dit zeker nog een onderschatting is. Anderzijds kan je ook zien of de verdeling van uw leeftijden vergelijkbaar is met deze van andere praktijken. En voor onze praktijk komt dat eigenlijk overeen met de algemene bevolking. Dit is het resultaat dan. Als je die zoekopdracht invult, het duurt ongeveer een minuutje dat je die cijfers krijgt. En die cijfers worden dan automatisch overgenomen. Vroeger, bij de eerste parameter die erin stond, moest je dat manueel doen. Het zijn, dacht ik, in de 40 gegevens. Maar die worden nu automatisch ingelezen in de barometer. Je duwt hier op dat knopje en het is weg. Je kan ook de vaccinatiegraad gaan bekijken. En dan gaan we vooral de praktijken vergelijken die de laatste 14 dagen iets binnengestuurd hebben. Als je niks binnengestuurd hebt de laatste 14 dagen, zal je ook geen resultaat hebben hier van de vaccinatiegraad. Als je het opstuurt, daags nadien, kan je het wel raadplegen. Je vult uw huisartspraktijk in en hier minstens één keer gevaccineerd. Je kan het praktijktype selecteren of ook de zone. Bijvoorbeeld provinciaal, district, eerstelijnszone enzovoort. Dus je kan daar op allerlei manieren je praktijk gaan vergelijken. In dit geval heb ik het gedaan voor de eerstelijnszone. Wij zitten in Midwest-Limburg. Ik heb het praktijktype niet geselecteerd. En dan krijg je een dergelijk resultaat. Dit is niet van onze praktijk, het is van een andere praktijk. Wat daar een beetje opvallend was, en ik moet nog eens contact nemen, dat ze eigenlijk bij de patiënten met verhoogde tegemoetkoming eigenlijk hier geen duidelijke plot konden oproepen. En dit zijn de 65-plussers. We zitten hier eigenlijk bij al onze praktijken eigenlijk boven de 90% vaccinatie. Het zijn vijf deelnemende praktijken, dus in de eerste lijnzone, die hier door deze collega, maar die had dus de groepspraktijken genomen. En we zitten daar eigenlijk met een zeer hoge vaccinatiegraad. De 45 tot 65-jarigen met risicofactoren, dat is de volgende groep, die is nog niet beëindigd, maar die volgt wel.
Dit is, zijn de gegevens van onze praktijk. Mensen dus minstens één keer gevaccineerd. Groepspraktijken in de eerste lijnzone. En dan gaat het hier over 8 praktijken in de eerste lijnzone Midwest-Limburg. Waarbij je hier bij de verhoogde tegemoetkoming wel degelijk een aantal patiënten hebt met eigenlijk sociale of financiële problemen. Hè? En dan kan je zien waar je binnen die groep u bevindt. Maar hier zit natuurlijk nog een grote marge op. En dat is te verklaren dat een aantal van die patiënten nog in een lagere leeftijdsklasse zitten. Hè? Terwijl ook hier de vaccinatiegraad bij de 8 groepspraktijken in de eerste lijnzone Midwest heel goed zit. En de andere, de volgende groep, die volgt wel. Je kan dat ook zien per chronische aandoening. Dit is op dit moment niet zo belangrijk, maar dit wordt een belangrijk instrument eigenlijk als we binnen de eerste lijnzone ook andere thematen willen opvolgen, zoals obesitas, zoals kanker, zoals longziekte, hart- en cardiovasculaire aandoeningen enzovoort. Is het toch een belangrijk instrument om eigenlijk onze eigen praktijk te kunnen situeren op een anonieme, veilige manier ten opzichte van vergelijkbare praktijken in onze omgeving. Ook een beetje hetzelfde. En dan heb je de longitudinale evolutie, dus dat is de volgende weken nog te verwachten. Volgende punt. Wie is nog niet gevaccineerd? Men spreekt dan van een call-recall systeem en doet een oproep aan patiënten. Een aantal patiënten reageren daar niet op. En we proberen die via een heroproeping terug op te vissen. Als je dat in de praktijk wilt doen, is het belangrijk dat we weten wie zijn dat. En heel belangrijk is ook dat welke rol anderen zich ook willen toe-eigenen, dat alleen de huisarts dit kan voor de risicopatiënten. Een gemeente, een overheid kan dat doen volgens leeftijd, geen enkel probleem. Maar als het gaat over de risicopatiënten, is het eigenlijk alleen de huisarts die dit kan doen. De apotheker kan dat niet, de verpleging kan niet een volledige lijst genereren. Wij zijn verantwoordelijk voor een GMD-populatie. We hebben het recht, we kunnen dat. En we zijn ook de enigste die ze dan kunnen aanspreken. Ik wil toch even, wat is eigenlijk de bedoeling van de hele campagne waar we mee bezig zijn? Dat was de druk op de ziekenhuizen verlichten en sterfte en ernstige morbiditeit vermijden en in laatste instantie terugkeer naar het normale leven. En daar is dus die 70-80% vaccinatiegraad voor nodig. Maar voor die twee eerste punten is het van belang dat we de ouderen gevaccineerd hebben, maar ook de risicopatiënten. En dat is toch iets wat we dat niet kan bereikt worden zonder het engagement en de inbreng van huisartsen. We hebben al de risicopatiënten geïdentificeerd en opgestuurd naar de vaccinatiedatabank. 12 hours of work, I have to do this shit. Hallo, als iedereen zijn micro even wil afzetten. Dus wij hebben die risicopatiënten opgeladen en ik denk dat de lijst die de huisartsen opgeladen hebben veel betrouwbaarder is dan die van de ziekenfondsen, die gebaseerd is op medicatie. Mensen die ooit ene keer een puffer gebruikt hebben voor een postvirale hoest, worden daar even goed in meegenomen. Mensen die metformine genomen hebben om zwanger te geraken, die Inderal genomen hebben voor migraine, die zitten daar allemaal tussen. Dit zijn vals positieve. Ik denk dat de lijsten die de huisartsen kunnen genereren, mits een uitkuis misschien van het dossier, toch veel betrouwbaarder is. Even kijken hoe je dat in de verschillende pakketten kan doen. Voor Care Connect is het belangrijk dat je in het overzicht van de statistiek hier al de filter follow-up audits doet. En dan kan je hierop klikken.
De lijst van statistische zoek is veel te lang. Je vindt daar je weg niet terug. Dus doe eerst die filtering en dan kom je hierop terecht. En dan had ik eens gaan kijken in de groep van de 65-plussers. En dan waren er 6 patiënten die wachtende waren op een eerste vaccin. En als ik die dossiers ging nakijken, waren daar 3 weigeringen. Daar kan ik niks aan doen. Dat waren 2 Turkse patiënten, waarvan 1 in Turkije volledig gevaccineerd is en de tweede waarschijnlijk van plan was van het daar te laten doen. En 1 patiënt was uitgesteld omwille van een luchtweginfectie. Je vindt hier kan je die filter invoeren. Er zijn een aantal filters. Wachtende op het eerste vaccin heeft een wachtende op het tweede vaccin, volledig gevaccineerd, geweigerd enzovoort. En daar staat er ook een hele reeks in met onbekende status. Ik zou die niet uitkuisen, alleen wanneer een groep volledig afgewerkt is. Ik heb dat nu gedaan voor de 65-plussers, omdat dat een beperkt aantal was. Vanaf het moment dat de risicopersonen gedaan zijn en een aantal van die mensen ingeënt zijn, de eerste keer, wachtende op een tweede vaccin, dan verdwijnen die uit die lijst bij onbekende status. Maar dan blijven er een aantal in staan. En dat komt omdat ze naar het buitenland verhuisd zijn. Ik heb zo'n paar Polen die naar Polen gegaan zijn, mensen die naar de Filipijnen verhuisd zijn, die om een of andere reden hun GMD elders hebben, maar dat in het dossier nog niet aangepast is. Maar vooral als de therapeutische relatie of het informed consent niet meer geactualiseerd is. Je hoeft dat dus niet direct te doen, maar het is wel zinvol wanneer we de risicopatiënten willen oplijsten, eens dat die groep afgewerkt is en je wilt weten wie nog niet aan de beurt geweest is, dat je die mensen met onbekende status, en dat gaat dan dossier per dossier, maar het zal een beperkt aantal zijn. En in de groepspraktijk van Bert Vaas kwam dit neer op een 10 dossiers per arts in die praktijk, wat toch nog doenbaar is. Maar op die manier ga je ook de UGMD-populatie wat opkuisen en dat je op een meer volledige manier de populatie in beeld hebt van je praktijk. Voor Dactari kan je hier klikken op vaccinatiebarometer. Dan kom je ook weer op die aanmelding voor de vaccinatiebarometer terecht. En dan kan je hier onderaan de niet gevaccineerde patiënten gaan opzoeken. Hier zit die clean-up, het opkuisen van je dossier, het doorsturen van de risicopatiënten. Dit zijn dus de patiënten die niet gevaccineerd zijn. En dan kan je daar ook weer gaan filteren. Eigenlijk een zeer handig en gemakkelijk instrument. ProDoc moet je een paar dingen doen voordat je de vaccinatiegraad kan bekijken. Je moet eerst op COVID-19 klikken en daar op COVID-19 events, dan op de barometer. Het zijn enkele stappen meer en dan krijg je die een uitslag. En dan hier versturen. En dan krijg je dus ook de lijst van de patiënten die niet gevaccineerd zijn. HealthOne, al van oudsher een dossiersysteem met eigenlijk een vrij goede statistische module. Klik je hier op de COVID-barometer V3. En dan kan je hier een aantal parameters gaan invullen, dus de GMD-patiënten boven de 65 jaar die niet gevaccineerd zijn. Dit is het totaalbeeld. En dan zie je hier in deze curve, de groen, dat zijn die volledig gevaccineerd zijn. De blauw zijn de gedeeltelijke gevaccineerden, de geel de niet gevaccineerden. En in deze praktijk bleek dat voor een groot deel overleden patiënten zijn die op een of andere manier nog in de uitslag
terugkwamen. Enkele nuttige links die gaan meegaan met de PowerPoint. Daar kan je nog een filmpje zien. Er is een webinar van 28-4 geweest. Nu, de 16e, op het einde geef ik die link ook. Is er nog een webinar voor nog eens een keer opnieuw de uitleg wil horen van Domus Medica. En hier vind je handleidingen per pakket terug over de barometer. Die barometer heeft zijn plaats ook in het populatiemanagement. Populatiemanagement is eigenlijk een nieuw begrip, omdat we zijn dus gewoon van op individuen te gaan werken. En populatiemanagement richt zich op groepen. En niet zozeer om te reageren op een bestaand probleem, maar ook al proactief acties te gaan ondernemen. En vooral voor die mensen die onder de radar blijven, om sociale omstandigheden, mensen die minder vaardig zijn, die de IT-vaardigheden, analfabeten, noem maar op, maar mensen die in de marge van de samenleving leven, de asielzoekers, dus om die te vatten, maar ook de mensen die geen GMD hebben. En bijvoorbeeld in de zone Genk gaat het over een 10% van de bevolking. We scoren hier in Vlaanderen vrij hoog qua dekking van GMD, maar dat is toch overal niet het geval. En belangrijk is ook dat niet alle acties zo uniform zijn. Die moeten aangepast zijn aan de leefwereld en begripsvermogen en de groep waar je mee te maken hebt. Wat hebben we al gedaan? Want dus binnen het populatiemanagement zijn er enkele mensen aangeduid om daar rond te werken. En dat is Rani Peters en Gitte van Wilderode, die onder andere contact genomen hebben met de besturen in de buurt om te kijken wie is er eigenlijk allemaal rond migranten, rond kansarmen bezig, welke gegevens zijn daarvan ter beschikking. Men heeft onder andere de provincie en cijfers, maar ook het dashboard speelt daar een rol in, waar ik straks op terugkom. En ze gaan dus proberen groepen te isoleren of aan te duiden die belangrijk zijn. Hun taak is ook om vaccinatiedata op te volgen op het gebied van de vaccinatiegraad. En onze collega Ludwig de Nijer is daarvoor bereid bevonden om dit voor ons te doen. En gaat nu dat er meer groepen afgewerkt zijn, eigenlijk wekelijks over rapporteren, zodoende dat we probleemgebieden in kaart kunnen brengen. Dus we moeten doelgroepen, maar ook gebieden, kunnen naar boven halen waar de vaccinatiegraad laag of te laag blijft. Eens dat we dat weten, kunnen we acties ondernemen. En dat kan zijn in samenwerking met lokale besturen. Uiteraard op basis van de analyses die we proberen te doen. Het kan zijn dat we mobiel teams gaan inzetten, dat we ter plaatse gaan, plaatselijk acties gaan ondernemen. En uiteraard moet het effect daarvan ook opgevolgd worden. En de laatste opdracht van het populatiemanagement is de coördinatie van mobiele teams en van de thuisvaccinaties, waarvan we nu binnenkort dus een kleine tweede ronde gaan organiseren. Op dit moment dus die actiefiches, die zijn nog in ontwikkeling. Dat is nog een beetje vroeg. Maar we zijn nu vooral bezig met dat dashboard, het ontleden van die cijfers. En in dat verband is die vaccinatiebarometer eigenlijk ook een bijkomende hulpmiddel om dingen zichtbaar te maken. We hebben dus vanuit de overheid, de Vlaamse overheid, een vaccinatiedashboard tot onze beschikking, waarbij we een soort
helikopterzicht krijgen over de vaccinatiegraad in een bepaalde zone. En dit gaat tot op de statistische sector. Statistische sector zijn de wijken, de deelgemeentes, een aantal straten die gebundeld zijn, waar we dan gegevens over hebben. Hoe zit het met de verhoogde tegemoetkoming daar, het aantal sociale huurders enzovoort. Het tweede is dat we ook de gegevens die jullie binnensturen, de vaccinatiegraad van de deelnemende artsenpraktijken kunnen zien. Wij kunnen niet de individuele scores van de praktijken zien. Er worden geen patiëntengegevens meegestuurd. We zien alleen globale resultaten van een aantal praktijken. Maar we kunnen die wel dan linken aan bepaalde zones die lager scoren. En we kunnen ook de data op het gebied van de vaccinatiecentra, hoe scoren die? Het aantal uitnodigingen, hoeveel komen er opdagen, hoeveel hebben het er geweigerd? Die gegevens kunnen we daar ook uithalen. Dit is hoe dat zo'n dashboard eruit ziet. En je kan dan een statistische, of liever een eerste lijnzone gaan aanklikken. En je kan daar gaan kijken op statistische sectordetails, je kan barometerdetails en je kan ook de vaccinatiecentra details. Dus die drie niveaus kan je gaan bekijken. Als we dan zien voor West-Limburg, kunnen het er ondertussen weer iets meer zijn, maar hebben de afgelopen 2 weken 13 artsenpraktijken deelgenomen en in totaal hebben ooit 21 artsenpraktijken ooit deelgenomen, maar de laatste 14 dagen dus 13 artsenpraktijken. En dat gaat hier over 32.000 patiënten. Als je dat vergelijkt met de totale hoeveelheid van bijna 89.000 patiënten, zitten we toch aan een 30% dekking, wat zeker niet slecht is. En als we dan kijken naar de vaccinatiegraad bij de 65-plussers, komen we niet aan die 130%, maar aan een veel realistischer 90%. En zitten we vergelijkbaar met de cijfers van Vlaanderen. Dus in gans Vlaanderen hebben de laatste 14 dagen 546 artsenpraktijk deelgenomen en een kleine 1000 hebben dat ooit gedaan. Dus we scoren zeker in West-Limburg zeker niet. We moeten niet beschaamd zijn. En als je dan ziet hier de verdeling, we zien waar die praktijken zich situeren, is die verdeling eigenlijk ook al vrij goed. Natuurlijk, hoe meer artsen die eraan deelnemen, en zoals al eerder gezegd, het is ene klik. Het vraagt echt niet veel werk, maar het geeft ons fantastisch veel extra gegevens die corrigerend kunnen zijn aan de gegevens van de vaccinatieteller of van Scienzano, die dus op dat gebied minder, vooral in de hogere leeftijdsgroep, minder betrouwbaar zijn. Dit is voor West-Limburg. Daar hebben we iets minder praktijken, 12 op de 14. Maar we halen toch een patiënteel van een kleine 24.000. Dat maakt dat we in totaal toch wel meer dan 60.000 patiënten hebben in onze beide eerste lijnzones op een bevolking van 180.000. Dat is net een derde. En dat is statistisch toch heel interessant en daar kun je al dingen mee doen. En ook hier, de vaccinatiegraad ligt lichtjes lager, maar zeker niet slecht. De verdeling van de praktijken in West-Limburg, daar missen we toch een aantal zones hier en te Senderlo. En ik zou zeker graag zoveel mogelijk collega's hebben die daar aan meedoen. En je kan daar dan gegevens uithalen, dit zijn het totale aantal patiënten. En je ziet dat onze vaccinatiegraad eigenlijk helemaal niet slecht is. En dus we zitten tegen die 90% en we scoren niet duidelijk anders dan er zijn centra die minder goed scoren.
Ja, dus we moeten zeker niet beschaamd zijn. Ik kan er allerlei dingen. Dus ik ben eens gaan kijken naar het aantal obesitaspatiënten die hier geregistreerd zijn. Dit lijkt me over de beide eerste lijnzones in ieder geval een onderschatting. De vaccinatiegraad, uiteraard, er zijn ook een aantal jongeren bij, is nog niet zo hoog. En toch een bedenking die we hadden, dat was dat mensen met socio-economische achterstand of problemen mogelijk minder gaan gevaccineerd geraken en misschien wel een doelgroep zouden kunnen zijn. Maar zoals gezegd, we kunnen er nog niet veel uit afleiden, maar we moeten dit zeker in het oog houden. En dit is een hypothese die we willen opvolgen de volgende weken en maand. Je kan dus ook per statistische sector, en als je hier bijvoorbeeld gaat over West-Limburg, dan zie je al die vakjes. Hè, dat zijn allemaal statistische sectoren, waarbij je aan de kleur kan zien of die fel of niet voldoende gevaccineerd zijn. En de voorlopige conclusies die we tot nu toe kunnen trekken, is dat de vaccinatiegraad bij de 65-plussers zeer hoog ligt. Dus de extra winst die we kunnen boeken met die mensen uit te nodigen, is beperkt. Maar ik denk dat het nuttig is van in de praktijk toch eens te kijken wie is daar nog aan ontsnapt en kunnen we daar misschien toch nog iets aan doen. Er zijn vier sectoren, statistische sectoren, die lager scoren met een meer dan gemiddeld aantal personen met hogere tegemoetkomingen en huurders, dus met toch wel wat sociale, financiële drempels. Maar bij die 65-plussers gaat het over heel beperkte aantallen. In sommige gaat het maar over enkele patiënten. En dus waar de vaccinatiegraad dan 60% is, maar uiteindelijk gaat het maar van over 115 patiënten. Dit zijn de plaatsen op dit moment. Maar ik zeg, het is voorbarig. We gaan nu zien wanneer de groep van risicopatiënten afgerond is, hoe het zit met die statistische sectoren. Of we daar acties gaan moeten voor ondernemen. Een meer doorgedreven analyse die Ludwig gedaan heeft, net rond die socio-economische status, geeft toch aan dat er voorlopig geen verband is met eigenlijk, dus kan je daar geen duidelijke link tussen leggen, tussen de socio-economische status en de vaccinatiegraad. Maar het is zeker een aandachtspunt dat we verder willen opvolgen en waarvan we u ook heel regelmatig vanaf nu gaan op de hoogte houden. Je hebt dan een bepaalde zone, bijvoorbeeld hier, die wit kleur, die waar een lagere vaccinatiegraad is. En dan willen we uitklaren, hoe komt dat? Je merkt hier is één artsenpraktijk die daar in de barometer wat kort bij zit. We gaan contact nemen enerzijds met de mensen in de gemeente die daar misschien ook wel voelhorens hebben. Hallo? Ja, ik zal me aan het gaan brengen. Zo. Dus dat is dan een statistische sector met een lagere graad. We gaan contact nemen met de buurtwerkers bijvoorbeeld, of het personeel van de OCMW met sociale assistenten en zo verder. Maar we kunnen ook contact nemen met een praktijk in de buurt. En ik geef straks een voorbeeld van Genk, waar men dat gedaan heeft om te kijken, heb je ergens een idee of een hypothese waarom dat in die buurt minder scoort. Dus het programma management gaat kijken, zijn er bepaalde groepen die we speciaal moeten in het vizier nemen? Wat is de reden daarvan? Hoe groot is die groep? Wat wil je bereiken? En hoe gaan we het resultaat evalueren? Dat is in een notendop wat programma management doet. Het kunnen gemeentelijke initiatieven zijn, lokale initiatieven.
Dus mobiele teams, vertrouwde figuren inschakelen, imams, noem maar op. Allerlei sensibiliserende acties. Maar om u een idee te geven hoe divers al die organisaties zijn die daarmee betrokken zijn, het is wel werkelijk een heel lappendeken. En dat verschilt van mensen met lagere sociaal-economische status, met migratieachtergrond, mensen zonder netwerk enzovoort. Je ziet enorm veel organisaties, ik kan dat niet overlopen, maar dus dat van gemeente tot gemeente afhangt. En tot nu toe hebben onze populatiemanagers zich bezig gehouden om contacten te leggen, dat we een soort netwerk hebben waar we kunnen op terugvallen. Ook zal de acties die we gaan doen afhangen van de populatie die, waar we mee te maken hebben. En dingen die wij vanzelfsprekend vinden van e-mail en sms en zo, zijn niet altijd geschikt om bepaalde groepen te bereiken. Het moet in de taal en de beleving van de groep zijn die je aanspreekt. Soms met heel weinig tekst, maar wat meer beeldjes. Er is zelfs een voorstel geweest van broodzakken bij de bakker enzovoort. Er zijn heel wat initiatieven, maar ze moeten aangepast zijn aan de doelgroep. En het is niet zo vanzelfsprekend van we gaan daar dit of dat doen. Daar moet toch wel wat over nagedacht worden. Want belangrijk is dat we ook op een efficiënte manier onze middelen gaan inzetten. Naast de lokale initiatieven zijn er ook initiatieven door de huisartsen mogelijk vanuit de praktijk. En we kunnen dat nu al doen en de apothekers doen dat. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt zich aanbiedt in de apotheek om te kijken zijn die gevaccineerd en indien niet, dat die mensen daarbij aangesproken worden. Maar dit is geen populatieaanpak, maar je kan dat doen. Maar je kan dus vanuit die search in je medisch dossier gaan kijken wie is er niet gevaccineerd. En je kan die mensen in groep via mailing, via brief, via sms iets opsturen en vragen. Ik heb gemerkt dat je nog niet gevaccineerd bent. Indien daar vragen rond zijn, indien daar een reden voor is, ik ben er eigenlijk bereid van om daar met u in gesprek over te gaan. Het zijn dingen die opbrengen. We hebben in onze praktijk ervaringen gehad rond borstkanker, screening bijvoorbeeld. En de graad van borstkankerscreening in onze praktijk was daarmee enorm naar omhoog gegaan. Als GMD-houdende arts mogen wij individuele patiënten aanschrijven. Dit kan niet vanuit het vaccinatiecentrum. Wij kunnen daar populaties gaan doen, maar geen individuele patiënten. Dit is eigenlijk de enigste plek waar dit kan gebeuren. En geeft ook nog eens het belang aan van het slagen van de hele campagne door de inzet van de huisartsen. Huisartsenpraktijken zijn eigenlijk de ogen en de oren van de vaccinatiecampagne. Wanneer op een bepaalde plaats de vaccinatiegraad te laag is, zullen we met jullie contact nemen en vragen, wat is jullie idee dat het daar minder goed loopt? Jullie hebben heel veel contact met de mensen ter plaatse en zijn eigenlijk de misschien nog de meest gevoelige ogen en oren om signalen op te vangen. Ze zijn ook de handen en de voeten aan acties om patiënten met risicofactoren te identificeren en aan te spreken en te motiveren om deel te nemen. Een voorbeeldje van Genk met 121.000 inwoners. Daar hebben ze ook ongeveer een derde van de patiënten met GMD die in de barometer dus opgeleist worden. Ze hebben 13 huisartspraktijken. Er zitten de praktijken van geneeskunde voor het volk met een aantal artsen wel bij. Maar dus daar 10% van de bevolking heeft dus geen GMD. En de vaccinatiecijfers, ja, die ze uit de barometer halen, zijn eigenlijk vergelijkbaar met ons.
En ze hebben ook een aantal wijken, plaatsen, statistische sectoren kunnen isoleren met een verlaagde vaccinatiegraad. En dan hebben ze de artsen in de buurt gevraagd, ja, wat denken jullie daar nu van? Wat gepeild naar het buikgevoel van die huisartsen. En uiteraard, en ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben, de weerstand tegen het AstraZeneca-vaccin meespeelt. Maar daar, ze zitten met een heel grote allochtone Turkse gemeenschap. In Genk wonen ongeveer 12.000 Turken. En Turkije vaccineert inwoners met dubbele nationaliteit. Ze gebruiken daar drie vaccins, het Pfizer-vaccin, het Chinese Sinovac en het Russische Sputnik. En ze worden daar geadviseerd om te kiezen voor het Pfizer-vaccin. Ze hebben een op dit moment nog niet afgetoetste afspraak dat mensen die één vaccin in Turkije gehad hebben, een tweede vaccin hier kunnen halen. Op dit moment is de afspraak in ieder geval zo dat mensen die in het buitenland gevaccineerd worden, hun tweede vaccin ook daar moeten gaan halen. Hetzelfde probleem met het vaccinatiepaspoort. Zal ook uit Turkije moeten komen. Kwestie van in hoeverre gaat dit dienen in Europa en zo. Er zijn nog heel veel onopgeloste vragen op dat gebied. Maar ik denk dat het niet veilig is van een tweede vaccin hier te gaan geven zonder dat je een heel duidelijk en ondubbelzinnig document in handen hebt welk vaccin in Turkije gegeven is. We kunnen in ieder geval niet, wanneer ze een Sinovac gehad hebben of een Sputnik, zomaar zonder meer een Pfizer hier in België gaan toedienen. Wordt vervolgd, we weten de details daar nog niet van, maar dit is toch wel een moeilijk probleem. In ieder geval, voor de mensen die vertrekken naar Turkije, raden we aan van tenminste één vaccin hier toch al te komen halen. En er is sprake van dus de appel dan na het verlof toch op een of andere manier ter beschikking te stellen. Een derde reden waarom dat er een lagere vaccinatiegraad was, was administratieve fouten. Mensen die ten onrechte gemarkeerd zijn als weigeraars. Dus een stuk IT-vaardigheden die ontbreken, kunnen daar ook een rol in spelen. Dus de vaccinatiegraad verhogen, dus door de COVID-barometer te laten lopen. Je kan een lijst maken van de niet-gevaccineerden boven de 65. Bekijk dat even, corrigeer het in het dossier en contacteer ze. De reden, GMD bij andere huisarts verhuist geen informed consent. In Genk heeft men eraan gedacht van hulp van lokale besturen in te roepen om in de huisartsenpraktijk patiënten op te bellen. Persoonlijk ben ik daar geen voorstander voor. Ik denk dat dit niet zo aanslaat, denk ik, als we de vertrouwensfunctie van de huisarts hier gaan kortsluiten. Wat is eigenlijk belangrijk in het geheel, en dat zijn voor ons ook werkpunten, dat we ook naar jullie die helikopterview die we vanuit het dashboard hebben op een regelmatige manier gaan communiceren. En dus we zijn van plan van een soort nieuwsbrief te maken om de 14 dagen om de stand van zaken van vaccinaties ook aan alle artsen van onze beide eerstlijnzones weer te geven en met de analyses, voor zover die we kunnen doen, ook aan jullie mee te delen. Van eventueel, en dit is een eerste aanzet, van wat vorming op maat te geven. Een tip ook, als we eens in de media komen, dat we ons terecht als problems solvers kunnen positioneren. We hebben al zoveel situaties opgelost van dingen die op laatste instantie op ons bord komen. We zijn daar blijkbaar zeer sterk in, maar dat mag ook eens een keer in de media komen. En dat we
oplossingen moeten trachten te vinden. En bijvoorbeeld rond de boostervaccinatie die zich toch stilaan aandient, of de laat-tijdige vaccinatie enzovoort. En dat we daar oplossingen moeten verzoeken en dat we daar bijvoorbeeld bij de lokale besturen steun moeten vervragen om dat ook te realiseren. Ik heb heel lang opleiding gedaan voor huisartsen op allerlei niveau. En eigenlijk, om een goede huisarts te zijn, zijn er eigenlijk drie criteria. Eén, je moet oprecht geïnteresseerd zijn in de mens voor je. Dus echt de therapeutische klik, de therapeutische relatie, is onontbeerlijk om eigenlijk met mensen te kunnen werken. En dat vertrekt van een interesse in de mens die voor je zit en in het verhaal dat hij te vertellen heeft. En je bent ook een goede huisarts wanneer je je geregeld afvraagt: handel ik wel correct op dit moment? Zou ik mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn kind eigenlijk op dezelfde manier willen behandeld hebben dat ik nu doe met deze patiënt? En het kan zijn dat je het niet weet, dat je dan manieren hebt om dit op te zoeken, om dit te gaan verifiëren, raad te vragen. En wanneer je dan een antwoord hebt, eigenlijk moet ik veranderen, dat je gaat corrigeren om een beter resultaat te hebben. Als we dit uitbreiden, dus ik ben niet alleen verantwoordelijk voor mijn individuele patiënt voor me, maar ook als GMD-houdende arts voor de populatie voor mij, van mijn GMD-patiënten, kan je dat vertalen en ben ik geïnteresseerd, wil ik eigenlijk weten hoe mijn praktijk eruit ziet. En wil ik weten hoe mijn praktijk het doet ten opzichte van andere vergelijkbare praktijken. En ik denk dat we met die vaccinatiebarometer nu een instrument in handen hebben op een heel niet bedreigende, niet controlerende manier, eigenlijk op een heel eenvoudige manier, inzicht te kunnen krijgen over hoe mijn praktijk zich vergelijkt met andere praktijken. En uiteraard, hoe kan ik ook een betere outcome behalen op praktijkniveau? In die zin is die vaccinatiebarometer eigenlijk een eerste lakmoesproef van de werking van onze eerste lijnzones, waarbij we in de toekomst op andere thema's gaan inzetten. Dat kan cardiovasculair risico, dat kan borstkankerscreening zijn, dat kan kankerdiagnose, noem maar op, diabeteszorg. Maar we kunnen daar eigenlijk zien hoe onze praktijk het in de loop van de jaren doet, beter doet, minder beter, minder goed doet. Maar we kunnen het op een eenvoudige manier opvolgen. En de bedoeling is dat, waar we dat nu al, en dat is een beetje een vervelend punt, we moeten nog ieder week één keer op die knop drukken. Dit zou eigenlijk op de achtergrond vrij automatisch moeten verlopen. Dat gaat wel komen en ook dat we niet meer naar een extern helstadniveau moeten gaan, maar dat dat allemaal ingebouwd is in ons EMD en ons eigenlijk iedere dag bijna informatie geeft over de stand van zaken. Maar het is in ieder geval een instrument van de toekomst waar we moeten mee leren leven. Ik ben voor het ogenblik in mijn 45ste jaar net gepensioneerd huisarts. En er zijn toch wel een aantal belangrijke mijlpalen geweest in die periode dat ik huisarts was. Eén, dat we geëvolueerd zijn van experience-based werken naar evidence-based werken. Dat ons handelen gebaseerd is op steeds meer wetenschappelijke evidence die zich vertaald heeft in richtlijnen, dat handvaten zijn om eigenlijk ons medisch handelen te onderbouwen en te verantwoorden. Een tweede zaak is, en dat was een frustratie van mij als jonge huisarts, dat de specialisten, en zeker de universitaire professoren, veel gemakkelijker toegang hadden tot uitgebreide bibliotheken, heel recente literatuur, ze volgden die congressen, en er was een enorme kennisgap tussen de tweede en de derde lijn.
met internet, maar vooral met digitale bibliotheken zoals CBAM en de CDLH en andere, is die kenniskloof tussen de tweede en de derde lijn een stuk kleiner geworden. Misschien niet voor de heel zeldzame pathologieën, maar voor de meer courante pathologieën denk ik dat de kennisgap, de kenniskloof, duidelijk veel kleiner geworden is en kunnen we eigenlijk bijna op een gelijk niveau in discussie gaan met heren, dames, professoren en specialisten. En hebben ze moeten leren leven met patiënten die, als ze een advies krijgen van de specialist, eigenlijk een antwoord krijgen. Ik ga dat eerst eens aan mijn huisarts vragen en dat de second opinion niet meer bij hen ligt, maar bij ons. En dat wij het eigenlijk een stuk waar moeten maken, ook gebaseerd op natuurlijk echte wetenschappelijke en, gegevens en literatuurgegevens. In die loop van de jaren heb ik de positie van de huisarts toch zien verbeteren. We kennen nog allemaal de Staten-Generaal, of toch tenminste de ouderen onder ons in Gent. Er is heel wat gebeurd. De plethora is vervangen door een patiëntenstop en een overbevraging van de huisarts. Er is een de GMD-vergoeding, er is een honorarium dat toch al wat billiger geworden is enzovoort. In de loop van de jaren is de positie van de huisarts toch duidelijk verbeterd. Een vierde belangrijke evolutie is het gebruik van het elektronisch medisch dossier, dat de kwaliteit van onze dossiers sterk verbeterd heeft, wat in de toekomst nog belangrijker gaat worden door allerlei artificiële intelligentie die gaat ingebouwd worden. Medisch beslisskundige hulpmiddelen, denk maar aan medicatiebewaking die in een huisartsenpraktijk veel gesofisticeerder is dan eender welke apotheker kan doen, want hij gaat controleren op allergieën, op gewicht, op de laatste labo, op de diagnoses die erin staan, of er bepaalde bepalingen bijvoorbeeld van nierfunctie gebeurd zijn. Er is geen enkel apothekersoftware die dit kan doen. Dus de toegevoegde waarde van het elektronisch medisch dossier is niet in te schatten. En dit gaat in de toekomst ook maar toenemen. En ook in deze, dus voor de vaccinatiebarometer, blijkt hoe belangrijk de inbreng en de waarde van het EMD is. De quality of life van de individuele huisarts is een stuk verbeterd door het ontstaan van groepspraktijken, wachtposten, weekenddiensten. Ook het feit dat het GMD, dat we eindelijk weten voor welke populatie dat we nu verantwoordelijk zijn, dat dat een afgeleide praktijkpopulatie is en dat we daar ook meer en meer met de zorgtrajecten, maar ook nu met de COVID-aanpak, een populatiegerichte aanpak kunnen doen. En dit alles zal naar de toekomst maken dat het belang van de kringwerking ook meer en meer gaat toenemen en dat we toch moeten komen naar een professionalisering van de kringwerking. Als je ziet dat een groot ziekenhuis zoals het ZOL met zoveel aangesloten artsen en instellingen over een budget beschikt van liefst 20 miljoen aan IT-ondersteuning, ja, dan is wat wij ter beschikking hebben eigenlijk peanuts. En ik denk dat in de toekomst ook de ondersteuning van de kringwerking en op dat gebied een aandachtspunt van onze syndicale personen moet zijn. Er is nog een aanvullende vorming van Domus Medica, dus die eigenlijk hetgeen ik hier vandaag verteld heb, nog eens een keer gaat hernemen. Voor wie goesting heeft, dus via Domus Medica, de 16e van 12 tot 1. Een woordje nog over enkele andere punten. De thuisvaccinaties. Zijn eerste ronde is afgerond.
We gaan nog een tweede ronde organiseren. De voorwaarden blijven hetzelfde. Het zijn patiënten die echt niet op het vaccinatiecentrum geraken. En we plannen dit ergens in de tweede helft van juni. En om organisatorische redenen poelen we dit op enkele data om de vaccins dus dan te kunnen toedienen. Je moet op voorhand de namen doorgeven, centraal bij mij, via mail of liefst via Cillo, dat is GDPR-proof. En dan krijg je een bericht vanuit de eerste lijnzone op welk moment dat het vaccin ofwel wordt toegediend ofwel kan afgehaald worden. Nieuw is, maar dat deden we al, dat we ook dus de persoonsgegevens nodig hebben, maar ook op het voorschrift dat je nu bijbrengt, moet niet alleen het aantal vaccins en de omschrijving en uw identiteitsgegevens, maar ook de naam en de achternaam van elke patiënt vermeld worden. De registratie uiteraard gebeurt door, zoals nu ook het geval was, door de arts die de vaccins zet. Patiënten die om enige medische reden toch nog dringend moeten ingeplant worden, maar toch naar het vaccinatiecentrum kunnen komen, kunnen nog altijd worden doorgegeven aan de 4 medische coördinatoren van onze 4 vaccinatiecentra. Dus aan Leen, Etienne, Carla en Michel. Enkele varia, de hele saga rond Johnson & Johnson, is nu voorbehouden tot de plus 41-jarigen. Wordt vooral gebruikt ook bij thuisvaccinatie bij specifieke groepen. Die bijvoorbeeld voor asielzoekers en sociaal mensen die aan de rand leven, die moeilijk te bereiken zijn. Druggebruikers bijvoorbeeld, dat ook een groep is die daarvoor in aanmerking kwam. De reden om Johnson & Johnson te geven, dat was dat de tweede prik niet altijd haalbaar was. Het hangt af van de vaccinatiebereidheid. Het is zo dat mensen onder de 41 jaar die bereid zijn van toch een COVID-vaccin te krijgen, die nog altijd mogen hebben. En volgens de laatste berichten of geruchten zou de COVID-vaccinatie met Johnson & Johnson terug vrijgegeven worden voor de algemene bevolking. Uiteindelijk gaat het over een zeer zeldzame aandoening, 15 gevallen op 7 miljoen. Het zijn er natuurlijk 15 te veel, maar als arts weten we dat wanneer we een bepaalde beslissing pakken, het vaak over veel hogere percentages gaat. Als je iemand een coronaire bypass aanraadt met een verhoogd cardiovasculair risico, zit daar vaak een mortaliteit van 5 tot 15% aan vast. En we raden dat aan om toch te doen. Hè. Dus alles een beetje relatief zien. In België sterven ieder jaar 30 patiënten van één aspirinetje door een hevige allergische reactie. Het gaat hier over 15 gevallen op 7 miljoen. Het is, dat is mijn mening, toch weer een paniekreactie vanuit de overheid. En het ziet er naar uit dus dat die beslissing gaat terug ingetrokken worden, maar dat is af te wachten. En ze kunnen niet meer zien wanneer ze aan de beurt zijn. Hè. Door die hele saga is de hele campagne een beetje op zijn een beetje in gevaar gekomen om voor 11 juli dat te doen. Daar is een verdeling die verschilt, de leeftijdsverdeling verschilt volgens centrum. Hoe dan ook is dat een momentopname en is op dit moment de vaccinatie snelheid dermate dat we eigenlijk een jaar per dag vooruitschuiven. Dus het gaat eigenlijk zeer snel vooruit. En door het loslaten van de pre-booking kwamen er eigenlijk relatief veel jongeren sneller aan bod.
omdat die veel sneller reageren dan ouderen en je krijgt dan een vertekend beeld. Bovendien heeft men in bepaalde, zeker in het Waalse Brusselse landsgedeelte, moeite om mensen naar het vaccinatiecentrum te krijgen en heeft men daar uiteraard moeten gaan naar de jongere bevolkingsgroep. Dus dat is allemaal heel relatief. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden. De test- en triagecentra, de subsidiëring zou stoppen eind deze maand. Er is een kringloket geweest gisterenavond en al die dingen zijn nog niet afgeklopt, afgetoetst. Wat gaan we doen met reizigers en de events? Denk maar aan pukkelpop en toestanden. Mensen moeten daar massaal getest worden. Enquête bij de huisarts heeft in ieder geval aangetoond dat het enthousiasme om asymptomatische patiënten te testen in de huisartsenpraktijk en dat er nog bij nemen in een drukke vakantieperiode, waar huisartsen ook eens eindelijk wat vakantie willen nemen, praktijkmedewerkers enzovoort, dat dit eigenlijk voor veel praktijken een stap te ver is. Maar hoe dat dan verder gaat georganiseerd worden, in ieder geval verwachten wij in de vakantieperiode eigenlijk een serieuze piek. Men vreest ook, en dat zijn dan de voorspellingen van de statistici van Hasselt, van nog een vierde golf in juli. Hopelijk komt die er niet, maar ze zijn nog niet dikwijls mis geweest, dus ik hou mijn hart vast. Een andere vraag is, wat gaat er met de inhaalvaccinaties gebeuren? Wat gaan we doen met de tweede prik, de weigeraars? Ook dat staat helemaal nog niet vast. In ieder geval is het zo dat dit geen aanleiding kan geven tot de keuze van een ander vaccin. Dit blijft zeer beperkt tot de heel zeldzame medische indicatie van de gentherapie. Dus het zomaar weigeren om in de hoop van achteraf een Pfizer of een ander vaccin te krijgen, zal ijdele hoop zijn. Een vierde punt is de boosterinjectie in het najaar, waar sprake van is. Ook wie daarvoor in aanmerking komt, gaat dat zijn voor de algemene bevolking? Gaat dat zijn voor de risicopopulatie, wat we verwachten? Waar gaat dat gebeuren? Gaat het in vaccinatiecentra gebeuren? Gaan er minder vaccinatiecentra zijn dan, dus dat het nog meer gecentraliseerd wordt? Hoe kunnen we dat combineren met het griepvaccin? Het zal alleszins niet samen kunnen toegediend worden. Er zal minstens een drietal weken tussen moeten zijn. Het kan niet gemengd worden. Dat is nu al bekend. Maar waar we dit gaan organiseren, die boosterinjecties, gaan we dat met lokale initiatieven gaan doen. Het kan nuttig zijn van eigenlijk lokaal alles een keer te brainstormen en te peilen naar de visie van de huisartsen in uw wachtdeelonderdeel of gemeente, om te kijken, ja, hoe zie jij dat? Wat kunnen we afspreken? Welke onderhandeling moeten we voeren, bijvoorbeeld met gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van lokalen enzovoort, gesteld dat we dit moeten doen. Maar er zijn dus veel onopgeloste vragen en zeker vanuit de kring zal in de volgende dagen zeer snel, zodra dingen afgeklopt zijn of bekend zijn, ook naar jullie hierover gecommuniceerd worden. Dit is het einde van mijn verhaal. Tijd voor vragen. Opmerkingen. Eli, ik zie een handje van u. Ja, ja. Merci voor de
Ja, merci voor de... Ik hoor mezelf een beetje vertragen, sorry. Voor de interessante bijscholing. Ben ik benieuwd naar die vaccinatiebarometer, hoe handig dat zal zijn, maar dat lijkt toch veelbelovend alleszins. Maar mijn concreet vraagstuk was een ander. Dat gaat omtrent van... Ik denk dat jij aanwezig was op de webinar gisteren. Kunt jij eventueel iets meer zeggen over wat ze zeiden van die reistestings? Hebben ze daar al concrete dingen, plannen voor? Ik heb daar kort aangehaald daar juist, maar willen ze de ziekenhuizen mee betrekken? Of gaat dat volledig toch lokaal moeten uitgedacht worden? En zien ze het zo eerder gebeuren dat we daar binnen de ELZ proberen een oplossing voor te bieden aan de verschillende spelers van het werkveld, zal ik zeggen? Voor zover ik... Er is een hele discussie geweest. Er was in ieder geval heel weinig animo om dit in de huisartsenpraktijk op te nemen. Omdat we willen ons wel bezighouden met patiënten met klinische klachten, dus risicotesting en patiënten met klachten van luchtweginfectie, de diagnosestelling, dat willen we wel opnemen in de eigen praktijk. Maar die hele groep van reizigers die dan vaak nog op een vrij directe en soms agressieve en eisende manier zich gaan opstellen, omdat ze plots eraan denken dat ze een attest nodig hebben voor op reis te gaan en 's morgens om 5 uur hun resultaat nog niet gehad hebben en u dan uit uw bed bellen en omdat ze niet kunnen vertrekken zonder een attest, een PCR-test. De meeste artsen en artsengroepen waren daar absoluut niet happig op om dit te gaan doen. En ziekenhuizen en labo's, er zijn er plaatsen waar de labo's daar ook om evident financiële redenen wel willen opspringen. Hè. Het is toch een test die €50 opbrengt of kost, of hoe dat je dat draait, per test. Hè. Dat is toch wel... testen heb ik er gedaan per dag. Ze kunnen 120.000-150.000 testen, dacht ik, per dag doen. Dus stel maar uit. Dus dat is een enorm kostenplaatje. Dus sommige labo's, sommige hospitalen staan er eigenlijk niet zo weigerachtig tegenover. Maar in ieder geval, er is geen consensus en richtlijnen gegeven, voor zover ik het gesnapt heb. Maar animo om dit eigenlijk in de huisartsenpraktijk op te nemen was toch heel laag. Je kunt dat doen, hè. Wie dat wil doen, mag dat doen. Maar ik ben er toch wel wat terughoudend in. Ja, ik kan u helemaal volgen. Alleen zal de vraag zijn, waar gaan ze naartoe natuurlijk. Hè. Maar goed, dat zal misschien de nabije toekomst ons wel leren. Nog een tweede vraag is, misschien heb je gisteren iets over gehoord, misschien niet. Het aspect van die CTPC-codes die wij voorlopig nog vaak moeten op zijn minst aanmaken daarvoor. Heb je misschien vernomen of de overheid die zou laten vallen? Ik weet niet wat gisteren aan de beurt. Ja, ik ben er zo niet in thuis. Jen, je hebt het ook gevolgd. De micro, Jen. Ik heb vooral gehoord in verband met testing voor de reis, dat het een en-en verhaal gaat worden. Met andere woorden, dat we als huisarts toch ook niet altijd gaan kunnen weigeren als de patiënten vragen van ik wil op reis gaan en ik moet een test hebben, en dat we dat per se altijd nee gaan zeggen, dat ook moeilijk gaat zijn voor de huisartsen. Dus Stefan Teugels, de spreker van gisteravond, was een beetje eigenlijk in de richting aan pushen van we moeten allemaal ons steentje bijdragen, zowel de labo's als de ziekenhuizen als de huisartspraktijken. En we zullen allemaal een beetje moeten water bij de wijn doen. Dat was eigenlijk het verhaal van Stefan gisteren, dacht ik. Dus dat betekent dat we het eigenlijk lokaal moeten proberen op te lossen. En als we goede afspraken kunnen maken met ziekenhuizen of labo's, dat we als huisartsen wat meer ontlast zouden kunnen worden als die... Voilà, als we die afspraken niet kunnen maken, dat we het eigenlijk... Lokaal initiatieven nemen met de ziekenhuizen, dat is het beste natuurlijk. Dan gaan de praktijken zelf niet zo belast worden. Hè.
Er waren labo's die dus ook eigenlijk de hele procedure van aanvraag tot afname, tot doorgeven van de resultaten eigenlijk op zich namen. Ja. Ik heb vandaag van het labo doorgekregen dat ze nu ook zo'n soort vaccinatieattest kunnen, een Engelstalig vaccinatieattest kunnen genereren dat naar de patiënt kan gestuurd worden van de PCR-test. Dus ik denk dat ze daar wel mee bezig zijn. Dus labo's ook, hè. Ze hebben natuurlijk het meeste voordeel daaruit, hè. Oké, merci, alvast. Vergeet ook niet van uw RESIF-nummer door te geven voor de accreditering in de chat, hè. Jan, ik weet niet of jij zicht hebt op de vragen die ze in de chat stellen, want er zijn een paar vragen in de chat gekomen, maar ik weet niet of jij dat zicht hebt. Nee, ik heb al mijn PowerPoint in doorgehouden. Kan er iemand daar iets van? Welke vragen dat eruit gekomen zijn, want dat kan ik hier niet. Wil ik het doen, Jan? Jan, er is een vraag. Hoe kunnen we mensen reactiveren die eerst geweigerd hebben? Ik denk dat je die dieren kunt reactiveren. Die gaan op het einde van de rit nog eens uitgenodigd worden. De no-shows worden op het einde van de rit uitgenodigd. Als je echt geannuleerd hebt, dan wil dat zeggen dat je jezelf gedesactiveerd hebt en dat je eigenlijk geen uitnodiging meer gaat krijgen. Zo heb ik het begrepen van Wouter Beke gisteren. Ja, maar ik denk dat men daar toch voor een oplossing gaat zoeken. En dat die op het einde van de rit nog eens mogen komen, tenzij dat ofwel medische indicaties, maar die spijtoptanten noem ik dat dan, die als er echt medische redenen zijn, mogen die altijd doorgegeven worden, dan plan ik die eerder in. Dus het is een optie dan alleen voor mensen met medische urgentie, die dan toch van gedacht veranderen of om een of andere reden nog niet Ja. gevaccineerd waren, maar gewoon jullie te contacteren, jullie individuele. Ja. Als het echt mensen zijn in de risicogroep, hè, dus ik denk als je in die bejaardengroep, hè, dus, die ik zo net gehaald heb, en je hebt daar drie weigeraars waarvan je er toch twee in een tweede gesprek kan overtuigen van het te laten doen, hè, die kan je nog altijd inbrengen, hè. En ik denk dat het belangrijk is dat we. Het gaat dus vooral over de 65-plussers en de risicopatiënten. Het gaat niet over de algemene bevolking die gaat weigeren. Hè. Maar dus echt mensen. Het gaat om die mensen uit het ziekenhuis te houden en om sterfte te voorkomen. Dus die hebben voorrang. Ja. Hè. Dus Maar die het kunnen wij callcenter eerst. kan die niet inplannen, Jan. Dat is het probleem. Dus het callcenter zegt, je hebt een afspraak gehad, je gaat niet moeten wachten tot het einde. Dus Ja. daarmee dat die eigenlijk de huisarts moeten contacteren. En als de huisarts zegt, want het is toch wel dringend en ze gaan echt, dan, mogen ze, ah ja, dan kunnen wij die opnieuw inplannen. Maar het callcenter kan dat niet doen. Nee, Of doet dat nee, niet. nee. Ja. Dan moet het via de coördinatoren gebeuren Ja. van de vaccinatiecentra. Het En gaat het dus. werkt ook om je patiënten er echt op aan te spreken. Als je ziet in je consultatieruimte dat de mensen niet ja, dat die nog op geactiveerd staan, maar niet op gepland of toegediend of gedeeltelijk gevaccineerd. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk niks gedaan hebben. Dus dat ze niet gekomen zijn, maar ook niet geannuleerd hebben. En die blijven in de agenda, in Doppler, op no-show staan. En die blijven in je dossier op geactiveerd staan, risicopatiënt, arts. Maar die hebben eigenlijk geen vaccin meer opstaan, omdat die eigenlijk niet zijn komen opdagen. Dus eigenlijk is het handig dat je die mensen aanspreekt om te zeggen van kijk, waarom zijn ze niet geweest? Zie je toch niet zitten om toch te gaan? En dan moeten wij die eigenlijk manueel terug inboeken, omdat die eigenlijk op no-show zijn blijven staan. Maar op dit Ach, dat... moment kunnen we dat doen met de 65-plussers. Maar ik denk dat het voorbarig is van dit al voor de risicopatiënten gaan te Ja, doen. de Wacht tot als. risicopatiënten zijn uitgenodigd tot en met 8 juni. Dus in Beringen zijn alle risicopatiënten uitgenodigd. Maar ik denk dat er een aantal van de 18 tot 45-jarigen toch niet eruit gekomen zijn. Dus dat die ook niet uit ons medisch dossier gekomen zijn. Want ik heb vandaag zelf mijn COVID-barometer van de praktijk nog eens gedaan. En tussen de 18 en de 44 patiënten met risicofactoren hebben wij 257 man. Allee, uit Health One gekomen en dan zijn maar, allee, eens even kijken, 57 mensen van gevaccineerd, waarvan
34 een eerste en 23 volledig. Dus ik vind dat heel erg weinig die al gevaccineerd zijn. Nu, ik wacht nog af tot 8 juni, dat is nog een week. En normaal moeten die dan allemaal gevaccineerd zijn. Dus volgens mij zit er toch nog ergens een bug in. Ja. Nee, zitten we al aan de risicopatiënten tussen 18 en 45? Denk je nog niet? Nee, we zitten tussen 18 en 45 gewone bevolking. En dan pas komt de risicofactorgroep tussen 18 en 45. Nee, want ik heb al mensen van 1982 risicopatiënten uitgenodigd. Dus dat klopt niet. Ja. We zitten wel aan. Alle risicopatiënten worden eerst uitgenodigd en dan pas de gewone bevolking van 60 jaar en die gezond zijn en zo. Leen, een vraagje. Zitten jullie nog met die pre-booking in Beringen? Ja, wij pleiten. Iedereen krijgt een afspraak. Dus dat is toch wel anders in WAD 17 in Heus de Zolder. Zijn ze volledig van de pre-booking afgestapt? En dat betekent dat ik het niet meer kan zien als iemand uitgenodigd is. Dus dat is wel een belangrijk gegeven voor de huisartsen nu hier vandaag. Dus als de mensen... Ik kan niet zien of ze geweigerd hebben of gewoon niet afgekomen zijn. Dus als het effectief een risicopersoon is en die heeft om een of andere reden heeft die zichzelf niet kunnen inplannen en raakt niet opgelost via het callcenter, dan mag dat naar mij doorgegeven worden, maar dan wel vanuit de huisarts. Dus ik vraag echt dat de collega's mij dan verwittigen, want ik kan het niet meer zien, omdat er een ander systeem van uitnodiging nu is. Er is geen pre-booking meer. Mensen krijgen een activatiecode en moeten zichzelf dan gaan inplannen. Dus als dat niet lukt, dan zie ik die ook niet. Hetzelfde gebeurt in Leopoldsburg. Ook geen pre-activatie, geen pre-booking meer. Dus ze krijgen geen datum, geen uur. Ze moeten zichzelf inboeken met de activatiecode. In Houtalen niet, hè. Daar krijgt iedereen zijn uur, datum en tweede datum. Puur het interesse was de reden om geen pre-bookings te doen? Te veel no-shows? Dat wij ontlast zijn van het probleem op het einde van de avond nog zoveel mensen te zoeken. Dus zij die nu ingeboekt zijn, dat zijn de mensen die zichzelf geboekt hebben en die komen ook allemaal. Anders zitten we op het einde van de avond nog 20, 30 mensen te moeten zoeken. Mm-mm. En dan kan je dus, je kan eigenlijk 's morgens zien of je de QVAC-lijst kan loslaten op de agenda. Nou, we doen dat de dag ervoor. Ja, de dag ervoor doen we dat al. Hè? Ja. We zijn sinds 3 weken daarmee bezig, zonder pre-booking. Ja, we hebben dat in Beringen besproken en in Beringen doen ze dat niet, omdat ik weet eigenlijk niet waarom. Ik denk vooral uit schrik voor het Johnson-vaccin en het AstraZeneca-vaccin dat het niet ingevuld geraakt. Ja, en dat we op het einde met een overschot van vaccins zitten die we niet weggewerkt krijgen. Ja, maar op zich hebben we, allee, we moeten samen denk ik... Uit, hoor, bij pre-booking of niet pre-booking? Nee, ik weet het, maar ik denk, we hebben nog lijsten van de buitenschoolse kinderopvang en van de onthaalmoeders en zo. En we hebben altijd mensen, en de brandweer is nog niet helemaal gevaccineerd. En dat zijn er 1 of 2 die we s'avonds nog uitnodigen, echt voor de laatste spuiten. En altijd Q-vax. Zoals de dinsdag voor de Johnson & Johnson, die dan uiteindelijk plots niet meer voor onder de 41 jaar mocht. We hebben 150 mensen via Q-vax uitgenodigd. Ja. Dus en dat is eigenlijk heel vlot gegaan, ja. Ik zie er 1 vraag in staan, dat een patiënt die zich in Nederland laat vaccineren, die moet een Nederlands bewijs hebben van vaccinatie. Kan geen Belgisch vaccinatiebewijs hebben, we kunnen die niet registreren in vaccinet. Hetzelfde met Turkse patiënten. En dat is de grote vraag. We zullen een Turks bewijs krijgen. Welke waarde gaat dit hebben in Europa? Dat moet nog allemaal politiek bepaald worden. Want kunnen ze met dat Turks vaccin bijvoorbeeld van België naar Duitsland een familie gaan bezoeken? Enzovoort. Dat weten we niet. Maar dus iemand die bijvoorbeeld in Amerika gevaccineerd is, kan hier ook niet geregistreerd worden. Dat zal een Amerikaans bewijs moeten hebben. Dan
Vraag van Isabel. Ja, zou die ook staan? Ik denk niet dat je u op een lijst specifiek voor Johnson & Johnson kunt zetten. Hè? Kunt u op een lijst zetten voor een dringende oproep, maar je weet op voorhand niet voor welke spuit dat gaat zijn. Nee. Met andere woorden, we kunnen QVAX loslaten op niet ingevulde plaatsen van Johnson, maar we kunnen QVAX evenzeer loslaten op AstraZeneca of op Pfizer. Leen, maar klopt dat effectief dat je in Beringen nu gewoonweg los van de leeftijd kunt kiezen voor uw vaccin? Begrijp ik dat goed uit de chat? Nee. Dus alleen, we hebben alleen mensen die zeggen, AstraZeneca, ze hebben eigenlijk geen eerste prikken meer gekregen, dus ofwel Pfizer ofwel Johnson. En diegenen die zeggen van, ja kijk, met die Pfizer, want de tweede prik valt nu in bouwverlof, ik wil per se een Johnson hebben, dat kan, ja. Dus bij ons zeggen we dan, kijk, laat maar doen, want anders hebben we gewoon veel te veel misère met die tweede prik. En dan, als er plaats is, hè, dus als, want we gaan gewoon Johnson uitnodigen, maar als er iemand annuleert omdat hij dat niet wilt, of omdat er plaatsen vrij zijn, dan mag iemand anders die dan een Pfizer weigert, mag wel naar een Johnson komen. Gewoon om die Johnsons eigenlijk weg te krijgen, omdat die nog altijd maar boven de 41 jaar zijn. Maar we gaan binnenkort uit die 41-jarigen zitten, en dan zitten we met dat vaccin, waar we niet veel meer mee kunnen doen. En we hebben er, denk ik, voor de komende 2 weken zitten we aan 1260 Johnsons. Dus ja, dat zijn er wel heel wat. Dus daarmee dat we zeggen, degenen die echt geen Pfizer willen en per se een Johnson willen, die mogen dat dan wel vragen. Ja, in dat gaat niet de is massa het zo zijn. Hè. Dat er maandag, ik denk iets van een 200 AstraZeneca's niet weggeraakt zijn, terwijl dat de boekingen voor Johnson & Johnson voor binnen 14 dagen, die zitten eigenlijk al helemaal volgeboekt. Dus het feit dat het maar één prik is, waarschijnlijk om dan toch op vakantie te kunnen gaan, is blijkbaar een enorme motivatie voor de mensen. Ja. Klopt. De Belgen zijn vakantie. Ja. En dat ook klonters geeft, is dan minder erg, hè? Ja. Allee, ja. Als we het dan toch negatief moeten voorstellen, like iedereen geen Astra wilt, ja, Johnson willen ze dan wel hebben. Goed, ik denk niet dat er nog vragen zijn, Jan. Nee, dan gaan we afsluiten, hè. Ja. Dus ik hoop dat een aantal collega's zich intekenen voor de vaccinatiebarometer. Het zou voor ons een serieuze hulp zijn in ieder geval. Ja, om wat betere cijfers en betere informatie kunnen door te geven. Bedankt. Goed. Bedankt, Jan. Yeah.